Ja, ik dacht bij mezelf, die Yvonne Kolderweide van het Juice kanaal. Ja, ik hoor jullie alweer denken, Harry, wat begin je nou weer aan? Ga je nou weer daar aandacht aan besteden? Ja, dat doe ik omdat ik me ook bezighoud met het woke gebeuren, vrienden. Ja, want daar heb ik zo'n intense hekel aan. Aan de deugers en aan die politiek correcte wauwelaars. Dat kan ik niet verdragen. En dat woke gebeuren dook ineens op in die hele zaak tussen Kolderweijer en die Ras Hazes. Ja, voor de mensen die het niet gevolgd hebben. Ja, die Kolderweijer die heeft zo'n juicekanaal en die ging een beetje tekeer tegen die Hazes. En die vertelde allerlei dingetjes die niet waar waren. Dus er kwam een rechtszaak. Maar in die rechtszaak, tijdens die rechtszaak, kwam ook naar boven dat de Kolderweijer, die had de Ras Hazes een gecremeerde kroket genoemd. Ja, vrienden, ja, ja. En die rechter in Amsterdam, die veroordeelde dat. Ja, een woke figuur in eerste klas. Want die zei, mevrouw Kolderweijer, u mag haar geen gecremeerde kroket meer noemen. Nou zeg. En toen dacht ik al bij mezelf, nou, dat houdt natuurlijk nooit stand. Dat kan natuurlijk niet. Sinds wanneer kan je iemand verbieden, hè? Vrijheid van meningsuiting, gewoon iemand op een lollige manier een beetje beledigen. Dat mag dan niet meer in Nederland. Nee, en dus ik denk dat houdt nooit stand. En die Kolderweijer die dreigde in eerste instantie in hoger beroep te gaan. En toen dacht ik, ja, heel goed, want die kan ze, die win ze met vingertjes in de neus, ABC. Als die daar aankomen bij het hoge beroep, dan zegt die rechtbank, daar, wat komt u doen, alsjeblieft. Noem maar lekker gecremeerde kroket en ga allemaal naar huis. Maar toen dreigde zij niet in hoge beroep te gaan. Toen dacht ik, oh, daar gaan we dan. Maar toen kwam er een andere aap uit de mouw. En dat werkt ook goed. Dat was de advocaat van de Ras Hazes, ja. Want de advocaat van Ras Hazes, die begrijpt ook wel, dat gaan we dus nooit redden in hoger beroep. Nee, natuurlijk niet. Ja, en die zei van, nou ja, laat maar zitten, dat hoger beroep. Gecremeerde kroket, dat kan weer. Ja, gelukkig maar dat de maatschappij zelf ook de regeltjes kan herschrijven en noem het allemaal weer op. En die rechter in Amsterdam, nou, die moet dolgelukkig zijn, want die is gered voor een enorme afgang door de Ras Hazes uiteindelijk. Ja, en die, nou ja, ik denk dat die moet, die rechter in Amsterdam, die moet haar gewoon een hele doos van domme kroketten sturen. Ja!